We zijn hier in Utrecht, het zonnetje schijnt, maar wat niet schijnt is mijn bankrekening. En de grootste oorzaak daarvan, inflatie. Je kan niet meer normaal een pakje sigaretten kopen, naar de appie toe gaan voor een broodje, zonder dat je denkt, jezus, wat een prijs, man. En wij gaan vandaag hier vragen wat mensen vinden van deze inflatie. Wat weten jullie van inflatie en waardoor denken jullie dat het komt? Dat is een hele goeie. Ik weet wel dat het heeft te maken met er wordt geld geprint. En als er meer geld wordt geprint, wordt de inflatie hoger, of heb ik daar ongelijk in? Oeh, dat komt toch heel erg doordat alle dingen zoals energieprijzen en alles ook omhoog gaan. Dus daardoor worden alle andere prijzen dan toch ook weer duurder, omdat het weer met energie en alles te maken heeft. Dus nou, en we vinden het niet leuk dat al die prijzen omhoog gaan. Nou, inflatie is naar mijn weten gewoon dat prijzen omhoog gaan en dat de economie een beetje verdraait. Ik weet niet precies hoe het uit te leggen is in economietermen, maar ik snap het wel een beetje gewoon dat geld minder waard wordt of juist meer. En heb je er zelf veel last van eten wat duurder wordt, producten, kleding, al dat soort dingen? Nou, ik vind dat de boodschappen echt super duur zijn geworden. De boodschappen zijn echt binnen een jaar veel duurder geworden voor mijn gevoel. Verder een beetje, maar dat zijn dingen die ik toch niet zo vaak koop. Dus daar heb ik er ook niet echt last van. Vooral echt de boodschappen. Ja, boodschappen heel erg. Ja, op zich wel. Niet omdat ik echt last heb dat ik nu dingen moet opgeven of zo, maar ik besteed wel gewoon meer aan dingen. Maar ik werk wel gewoon iets meer en dan heb ik weer genoeg om het rond te maken. Dus. En wie denk je dat het meest last heeft van de inflatie qua bevolkingsgroep? Ik denk meestal de armen. Ja, die ook, mensen die minder geld verdienen. Ja, die kunnen nu nog minder boodschappen kopen van überhaupt het geld. En ik zag ook dat minimumloon toch niet meer gaat stijgen. Dus ik denk ook dat dat soort dingen, dat zij er meer last van hebben. Je kunt wel heel rijk zijn, maar ja, als je geld in één keer weinig meer waard is, ja, dan daar heb je ook last van. Ja, zeker de uitkeringgroepen, die hebben natuurlijk, hun uitkeringen zijn niet meer goed genoeg om rond te kunnen komen. En die gaan niet mee met de inflatie, wat je nu heel vaak hoort. Dus van, alles wordt wel duurder en er wordt wel gezegd, ja, we moeten heel veel daar naartoe gaan kijken en kijken hoe we die uitkeringgroepen kunnen helpen. Maar ja, de uitkering omhoog gaan, dat is dan in één keer geen optie. Ik denk, ja, hoe ga je het dan oplossen? Nou, ik denk mensen die bijvoorbeeld op een een inkomen krijgen van de overheid, een subsidie of werkloosheidsuitkering, want die krijgen vaak een standaardbedrag en die kunnen niet meer of minder krijgen of minder werken. Of mensen die bijvoorbeeld op een gehandicapte uitkering zitten, dan kun je niet meer geld verdienen eigenlijk. Dus dat is lastig. Maar goed, zo blijkt het maar weer dat de ene er meer last heeft. Meer last heeft? Wat? Maar goed, het blijkt maar weer, de ene heeft er meer last van dan de ander. Maar wat ik nu ga doen is een duur frietje halen hier in Utrecht. Laters!